topscorer van de totendivisie met 12 goals. Harry van der Laan als diepste spits speelt. Cambuur heeft afgetrapt. De eerste lange bal van Gouwloze. En Moens. De vieze bank, helemaal achterin Han Berger, die dus Dijkhuizen aan de kant liet. Oosterhof. Beweging bij Brander Hendriksen en Van der Laan. Van der Laan tot bij Roy Hendriksen. Die bereikt Van Rijswijk, die weer wat ruimte krijgt. De voorzet over Van der Laan. Maar de Achilleshiel bij AZ ligt aan de rechterkant van Cambuur. Waar Van Rijswijk goede dingen laat zien. Abma. Fortes Rodriguez raakt die bal volledig verkeerd aan Van der Laan, die twijfelt in plaats van in te lopen. Het ziet er zeer, zeer slecht uit achterin bij de koploper in de totendivisie. Kijk nog maar eens. Fortes Rodriguez raakt die bal volledig verkeerd en Van der Laan die houdt in omdat hij wacht op Van Rijswijk en Moens pakt die bal. Huiberts. Fortes Rodriguez. Zo, dat is een blunder. Van der Laan. Moets met overtreding. Een penalty voor Cambuur. De Achilleshiel bij AZ dus. Fortes Rodriguez die helemaal niet in de wedstrijd zit. En een hele, hele domme terugspeelbal geeft richting Moens. Van der Laan is attent. Dat moet je ook zijn als spits. De overtreding van Moens, geen twijfel mogelijk. De strafschop is het resultaat. Duel Harry van der Laan, Oscar Moens. Wordt het de 13e van het seizoen voor Van der Laan? Jawel, Moens de verkeerde kant op en Cambuur. En je kunt niet anders zeggen dan verdient op een voorsprong hier in de Alkmaar de Hout. En dat is toch een kleine sensatie. Huiberts, Van der Weert. De Ron komt bij Berghuis. Turk, de Roo, dat is wat feller. Lange rak verlengd, de Turk. Is dit het antwoord van AZ een minuut later? Nee, de sliding komt op tijd van Berghuis. Alle hens aan dek, maar het is niet voldoende, want het is een heerlijk doelpunt van Max Huiberts. Zijn vierde van het seizoen en binnen de minuut komt AZ op gelijke hoogte. Prachtige goal. Zo antwoord je dus als je de koploper bent. Prima aanval. De Turks inzet wordt geblokt door Frank Berghuis. Opnieuw de Turk en daar komt Huiberts voor zijn man uit. Steenhard in de kruising. Geen kans voor de rol. 1-1 de stand. Berger, ja, hij heeft niet lang kunnen genieten van de voorsprong van zijn ploeg. Lange rakker van de Weert voorin. Gouwloze, dat is niet afdoende. Mutsaars. Van der Weert en Huiberts. Houdt hij de bal binnen? Ja, hij krijgt hem zelf nog voor, maar daar staat Gouwloze. Papa. Berghuis gaat, komt van eigen helft. Geen buitenspel dus. Frank Berghuis met Busker Molen voor zich. Berghuis, Van der Laan kan uithalen wellicht. Geeft af aan Van Rijswijk, die schiet. Die schiet naast. Hele snelle counter van Cambuur. Dat is een goede bal richting Huiberts. In één tijd op bij Van der Weert. Van der Weert richting Mutsaars. De rook komt weg. We krijgen nog een corner in de blessuretijd van de eerste helft voor de thuisboeg. Voor AZ. John Mutsaars met die corner. Kopbal van Huiberts. De rook met een merkwaardige ingreep voor de inlopende Van Galen. Het is wel afdoende en het is gelijk rust. 1-1 de ruststand. En dat is de juiste afspiegeling van de eerste 45 minuten. Waarin Cambuur goed begon en AZ zich terugvocht in de wedstrijd. Gouwloze. Elsinga. Goed terug. Fortes Rodriguez gaat weer in de fout. Daar is Van Rijswijk in het begin van de tweede helft. Fortes Rodriguez die begon met een lichte rugblessure, niet helemaal fit was. En wellicht dat Van Haderen op dan maar in moet brengen. Want het wordt hier gewoon 1-2. Roepen te maken is Geert Jelle de Vries. In de tweede minuut van de tweede helft. Zijn tweede van het seizoen. Moets geslagen. En het begin
scorer van vandaag. José Fortes Rodriguez. Hij gaat in de fout van Rijswijk. Wordt naar buiten gedrongen, zo lijkt het. Blijft goed kijken, daar is in eerste instantie de rode. Die komt er niet aan, want de sliding is van de Turk. Van Rijswijk. En dan heel simpel de Vries. Poets op het verkeerde been. 1-2 voor Cambuur. Ja, het balen is bij de nummer 5 van AZ. José Fortes Rodriguez. Hij krijgt 2 tegentreffers achter zijn naam. Maar dan in negatieve zin. Krijgen we weer binnen de minuut het antwoord van AZ. Dat is de vraag van Galen. Oh, lange rak. Hij schuift hem net naast het doel. Het was bijna een kopie van de eerste helft. Het geduld van Hanegem is op. Fortes Rodriguez gaat richting catacombe. Barry Omdam is op de linksbackpositie zijn vervanger. De Roo. Even aangetikt. Geen overtreding van Galen. Huiberts voor de regel toegepast. Huiberts gaat neer. En wat doet de scheidsrechter? Hij geeft toch geen penalty? Voorlopig is hij nog ver weg van de penaltystip, maar hij geeft hem wel. Penalty voor AZ. Dat is twijfelachtig in de 5e minuut van de tweede helft. Max Huiberts. Gauw lozen. En dan zou het een overtreding zijn geweest van Richard Elsinga. Of van Oosterhof. Het is in ieder geval een penalty. Wim de Rom op de doellijn. Dennis de Turk neemt een hele lange aanloop. Wordt het zijn 5e van het seizoen? Jawel. De Rom de verkeerde kant op. En het staat weer gelijk. AZ antwoordt weer heel snel. En al met al is het een heerlijke wedstrijd. De Turk maakt het subliem af. De Rom op het verkeerde been gezet. 2-2. Huiberts direct door naar Van Galen. Prachtig in de loop meegegeven. Daar is Langerak. Het been van Appa. Maar nog steeds AZ. Van Galen, Van der Weer, dat is een lekkere afstand voor hem. Tegen de Vries op. Nou, Butsaars dan. Butsaars gaat neer. Het schot van de Turk. AZ wordt sterker en sterker. Dijkhuizen en Van Utrecht, twee aanvallers, komen in de ploeg. Voor Berghuis en Hendriksen. Landel vraagt die bal. Het wordt Huiberts. De Turk. Rolf Landel. Wat kan de Oostenrijker? Het aantal bewegingen in huis. Buskermolen. Riksen. Terugleggen van Riksen. Nou wie? Van Galen. Schiet tegen Elsinghal. Daar is het doelpunt. En daar is hij weer. Max Huiberts. Zijn tweede. Kwartier van tijd. Komt AZ voor het eerst. In deze wedstrijd op voorsprong. Max Huiberts. Doet het. Zijn 8e van het seizoen. Nog een keer. Eerst die bal van Van Galen. Die gestuit wordt en dan het hak van Van Galen. En Huiberts die prikt in de kruising achter de rond. AZ 3, Cambuur 2. De Vries. Rechts is het Van Rijswijk. Die gaat. Op dan houdt in. Van Rijswijk. Te hard voor zich uitgespeeld die bal. En zo kan Poets onderscheppen. Gouwloze. Van Rijswijk. Elsinga. Van Rijswijk buitenom, ja. De voorzet van Rijswijk. Dijkhuis en dan nog een kans voor de Roo in de slotfase. Dat had nog de gelijkmaker moeten zijn, Peter de Roo. Weer over die rechterkant. Weer van Rijswijk. Het hakje van Dijkhuis en dan de Roo die daar waarschijnlijk niet op rekende. Hamberger gaat hier met zijn ploeg strijdend ten onder. Een van de moeilijkste wedstrijden voor AZ dit seizoen, zeker op eigen veld. Cambuur heeft heel hard gevochten, maar krijgt geen loon naar werken. Want AZ houdt de 3 punten in eigen huis door een 3-2 overwinning. Nou, niet te veel gezegd, dacht ik zo. Een heerlijke wedstrijd met een hoofdrol natuurlijk voor Max Huiberts. 2 doelpunten en ook betrokken bij die penalty. En zijn gevoel na afloop van de wedstrijd. Ik denk dat we onszelf een beetje moeilijk hebben gemaakt door weer eens een keer in de tweede helft direct op achterstand te komen. Ja, dat kost gewoon verschrikkelijk veel kracht, vooral in zulk weer en met een behoorlijk zwaar veld.
Ja, dan hebben we eigenlijk twee keer geluk dat we na een achterstand direct weer gelijk kunnen trekken. En ja, ik denk dat dat een beetje het geluk is geweest, want het is een keer moeilijk. Maar hoe komt het dat jullie jezelf zo in de problemen brengen? Ja, als ik daar een verklaring voor zou hebben, zou het niet zo moeilijk zijn. Dan zou het de volgende keer anders doen, maar... Is dat een kwestie van concentratie? Ja, misschien dat je het daar wel op kunt gooien. Want als je ziet dat we toch al een aantal keer direct naar rust weer een tegentreffer krijgen. Ja, en dan tegen Cambuur, wat toch een behoorlijk goede ploeg is, vind ik. Zo niet de sterkste, denk ik, samen met ons. En ja, dan mag je echt van geluk spreken dat je toch nog twee keer terugkomt. En uiteindelijk weet te winnen.